Rachel Hazes, bekend om haar flamboyante persoonlijkheid, heeft nu ook in Torremolinos voor ophef gezorgd. Ze verliet Nederland vanwege aanhoudende conflicten, maar lijkt nu ook daar problemen te hebben. Volgens bronnen in Torremolinos klagen zelfs haar buren over geluidoverlast. Patty Bart deelde het nieuws in Show News, waarin ze meldde dat de buren van Rachel's Brasserietje klagen over het geluid. Hoewel dit nog niet bevestigd is, lijken er inderdaad strubbelingen te zijn. Nieuw personeel, dat volgens Patty nogal van drankjes houdt, zou voor geluidoverlast en mogelijk klantonvriendelijk gedrag zorgen. Rachel nam de zaak over van Melanie Beense, de dochter van zanger Peter Beense. Melanie zou het personeel aanvankelijk inwerken, maar lijkt nu plotseling niet meer aanwezig te zijn. Patty meldt dat Melanie, die hoogzwanger is, niet meer opneemt en zelfs niet meer welkom zou zijn in de brasserie. Bart Ettenkoven bevestigt dat er geklaagd is over geluid, maar de details zijn nog niet bevestigd. Melanie zou oorspronkelijk het personeel inwerken, maar haar afwezigheid is nu opmerkelijk. Ze lijkt zelfs niet meer welkom te zijn in de zaak. Het verhaal rond Rachel Hazes brasserietje in Torremolinos krijgt zo steeds meer opschudding.